वो शेयर बाद में बैठ जाना यार, अभी खत्म हो जाएगा। अभी यहां पे पूरा स्पेस दे दो। हां सॉरी यार, सॉरी। ये मां एक का अलिंग और ऑक्सीजन है, सर नीड वर्क विद द Freya mata cake da. Nidhipati Gvanghavamahe Vasumama Ahumajani Garbhadama Tvamajasi Garbhadama Om Shrishtate Lakshmishta Patnya Vahuratri Parshve Nakshatrani Rupam Ashvinau Vyattam Ishnan Nishanam Maishana Sarvalukam Maishanah Om Gange Cha Yamune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalasmin Sannidhim Kurum Om Dyau Hau Shantihi Antarikshagvam Shantihi Prithivi Shantihi Rapah Shantihi Rokhadhaya Shantihi Vanaspataya Shantihi voelt zich nu dan? Eerlijk gezegd, ik zou relaxer moeten voelen. Maar zo'n oefening moet je doen in alle relax, maar als je tientallen camera's op je gericht hebt, ben je wel een beetje gestrest of je geen verkeerde beweging gaat maken. Maar desondanks denk ik dat ik die ontspanning wel voel, alhoewel het een korte oefening is geweest. Maar als je dit 1 uurtje per dag doet, denk ik dat je heel wat negatieve energie kwijt kan raken uit je lichaam. In dit werk krijg je veel negatieve energie, dat is 1. Tweede is namelijk dat je in staat bent om een goede balans te creëren tussen de body, mind en soul. En laatste, het is connectivity. Hier waar we virtueel in contact met zoveel landen in de wereld, ook met India, waar heel wat mensen tegelijkertijd die yoga oefeningen gingen doen. En connectivity met ook de Surinaamse samenleving. Iedereen is verbonden aan elkaar, iedereen is spiritueel, energiek verbonden aan elkaar. En dat is wat ik gezegd heb, Wasudewa Kutumbakam. De wereld, de mens is één grote familie. Yoga and Ayurveda have shown tremendous potential and possibilities for a healthy lifestyle. Let us therefore strive to make a significant difference by adopting these traditional methods and to work towards building healthier bodies and souls for the benefit of our countries and people. In doing so, let us remain mindful of the critical aspect of unity as a leading principle to portray the significance of Vasudeva Kutumbakam, which means one world family. Zouden we als land meer moeten doen met yoga? Of blijft het bij deze ene dag? Ja, ik heb net de ambassadeur gevraagd. Laten we kijken of we niet 1 keer per week doen. Ik denk, in feite wilden we op het plein doen. Zou er nog een grote groep daar aanwezig zijn. Maar zitten met het regenachtig weer. Hebben we geen risico willen nemen. Maar ik denk dat het goed is. Maar ik denk dat ook allerlei taboes die er bestaan rond yoga ook weggehaald moeten worden. Heel wat mensen zien het nog als een religieuze activiteit. Nee, het is een dag goedgekeurd door de Verenigde Naties. Alle landen van de wereld. Dus men erkent yoga wetenschappelijk ook als ze zijn een belangrijke methode om healthy lifestyle te hebben. Maar met name mental health te gaan bevorderen. En dat hebben we allemaal nodig in tijd van crisis. Dat we rust, innerlijke rust nodig hebben.
veel meer energie om de alledaagse problemen aan te kunnen. Je moet naar een foto op. Ja, ja, en dat zeker. Het gaat bijdragen tot meer energie. Het gaat bijdragen tot positieve houding ook. Maar het gaat ook bijdragen, namelijk dat je problemen van het land beter onder controle kan krijgen. En dat je ook goede boodschap als leiders kan geven aan de samenleving. Want de samenleving heeft rust nodig. En hiertoe kan yoga ook bijdragen. Dat is een groepsfoto. Yes.